saw you from the beginning. You were clearly out of my league. You didn't look at where I was standing. I thought that we would never meet. But here we are now, two restless souls, lost in a room full of strangers. I wanna wash that sad look from your face, and maybe you can keep me away from dangers. Let's sneak out together, baby, and spend some time just you and me. I wanna set you free when no one else is there to see. Everybody knows you're a lady. Over, and we'll be back in the roles we play. Always caught in the charades of life, longing for a sweeter day. But this can be our moment. Let's seize it here and now. Let's leave this room full of strangers. Wash this sad look from my face, and I'll keep you away from dangers. Let's stick out together, baby, and spend some time just you and me. I wanna set you free when no one else is there to see. Everybody knows. Energie, we voelen jullie energie. Your mother hit on me. What? She grabbed me. In the balls? In the... No, in... Oh! Oh!
dames en heren en kinderen. Van harte welkom bij de derde Billy for Kids. Het nieuwe online improvisatieconcept van de Belgische Improvisatieliga. Zowel de acteurs als wij zijn er helemaal klaar voor. Wij zijn getest op corona, dus wij vormen een professionele bubbel. Dus onze mondmaskers mogen even uit. Maar probeer dit vooral niet thuis. Supergevaarlijk. Inderdaad. Jullie horen ons zeggen improvisatie. Wat wil dat zeggen? Onze acteurs hebben niets voorbereid. Zij gaan alles ter plekke voor jullie verzinnen. En daar kunnen jullie ons bij helpen. Wij gaan namelijk suggesties vragen. En die kunnen jullie rechtsonder in de chat aan ons doorsturen. En daar kunnen wij dan mee aan de slag. Ja, wij vertellen vandaag het verhaal van Billy. En Billy, die is vandaag een diamantslijpster. We zijn benieuwd. Ja. Dat is een 16. En dat doe ik. Ah, voilà. Dat is wat ik zocht, een 32. Dat ga ik hier zetten. Schitterend. Ja, dat ga ik gebruiken om in die ring te zetten. Prachtig. Ja, wij zien Billy diamanten slijpen, zoals diamantslijpsters dat wel eens durven doen. Wij ja. zitten bij haar in de werkplaats, denk ik. Ja. Ja, dat hebben we gezien. Dat is allemaal heel mooi. Ja. En we hebben meteen een vraag voor jullie. Billy krijgt een oproep, een vraag, van een klant, een hele speciale klant. Welke klant vraagt aan Billy om een bepaalde diamant of een bepaald sieraad te maken? Te slijpen, als het ware. Te slijpen, bijvoorbeeld. Ja. Die klant, dat kan heel veel mensen zijn. De koningin, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, dat kan zijn. Of misschien gewoon de buurman die buurman. Iets speciaal kon binnenbrengen. Dat kan ook, ja. Geen idee, maar jullie mogen het ons laten weten door rechtsonder in de chat iets te typen. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Ja, ik zeg er ook even bij, misschien dat sommige van jullie redelijk jong zijn en nog niet zo snel kunnen typen. Vraag dan gerust hulp aan de mama, de papa, een oudere broer of zus om even te helpen. Ja, of probeer het gewoon en wij zullen proberen alles te ontcijferen. Ik ga hier even onze laptop erbij nemen en eens kijken wat er hier allemaal aan binnenkomen is. Ah. Oh, Dimitri Vegas, goede suggestie. Dimitri Vegas komt binnen om een diamant te slijpen. Ja. Heel tof idee. Harry Potter. Harry Potter, de oma van Jantje, allemaal heel goede suggesties. De oma van Jantje, ja. Leuk. Een wolf. Ja. Dan zitten we meteen in een andere sfeer. Dat is natuurlijk... Dat zijn toffe ideeën, absoluut. Kiekeboe. Kiekeboe komt binnen. Ja. Allemaal heel goede suggesties, maar wij gaan voor de tovenaar. Ah. Een tovenaar komt langs om een sieraad of een diamant te laten slijpen. Ik ben benieuwd. Ja, dat is echt... Maar van die ben ik trots. Dat is echt van mijn betere werk, hè. 32 karaat. En die glinster dat erin zit. Pure perfectie. Oh, prachtig. Goed bezig, Billy. Ik kan niet met jou trouwen, want jij hebt geen geld om een ring te kopen. Oma. Nee, dat kan niet. Wij kunnen wel vrienden blijven en wij kunnen heel veel leuke dingen doen samen. Maar trouwen, nee. Ik kan echt alleen maar... Ja, dat is met mijn familie. Ik bedoel, een barones kan alleen maar met een baron trouwen of een andere rijke man. Dat is zo. Maar ik vind het wel goed. Ik vind het grappig. Ja. Dus ik als paardenknecht, daar wil jij niet mee trouwen? Nee. Dus jij zoekt
Een diamant. Ja. Ja, dat klopt. Groot, mooi, blinkend. Die je om je vinger kan doen. Ja, niet per se mijn vinger, maar wel de vinger van het meisje waar ik op verliefd ben. Een vrouw. Ja. Wel, zeer goed. Ik kan alles doen, dat weet jij. Ja. Maar voor deze speciale toveropdracht wil ik van jou wel iets in de plaats. Oké. Ik heb hele mooie schoenen. Wil je mijn schoenen anders? Nee. Ik wil iets anders. Dat wil ik. Mijn een? Jouw een. Oké. Ik wil jouw stem. Mijn stem? Jouw stem wil ik. En krijg ik dan jouw stem in de plaats of heb ik dan geen stem? Jij krijgt van mij een ring. Ah ja, ja, ja. Oké. Nee. Dat is onmogelijk. 64 karaat. Ik wist totaal niet dat dat bestond. Ik heb zelf een diamant van 64 karaat geslepen. Billy, nu mocht je wel echt trots zijn op jezelf. Oké. Deze diamant die ga ik gebruiken voor het allerspeciaalste van het allerspeciaalste. Ze bewaren in mijn kluis. Op het kussentje. Zo. Hallo? Billy, neem ik aan. Man met lange baard, neem ik aan. Inderdaad, noem mij maar man met lange baard. Oké. Man met lange baard. Jij bent van horen zeggen een diamantenslijpster, klopt? Klopt. Een hele goeie, mag ik wel zeggen. Een hele goeie. Ja. Kan ik iets voor u doen? Zeker. Ik zoek de mooiste diamant ter wereld. Met ring. Dat treft. Ik heb de mooiste diamant ter wereld. Nee. Nee. Ik heb die zelf gemaakt. Die allermooiste diamant ter wereld. Dat is mijn kunstwerk. Die is van mij en die blijft van mij. Ik ga daar niks mee doen. Die ligt in de kluis en die blijft daar zo liggen. Ik ga die niet in een ring steken. Ik ga daar niks mee doen. Dat is mijn diamant. Ik ga daar gewoon elke avond naar kijken voor ik ga slapen. Wilt u me zien? Graag. Oké. Ik ga even met mijn pincetje nemen. Voilà, zo. Mooi, hè? Heel mooi. Mensen, we zien hier al heel wat dingen gebeuren. Hè. We zien onze barones die de paardenknecht afwijst in eerste instantie. De paardenknecht die op zoek gaat naar een oplossing. Ja, ja, effectief. Komt dan terecht bij een dubieuze tovenaar met lange baard, die zich tovenaar met lange baard laat noemen. Ja, en die tovenaar is nu bij onze Billy om de diamant vast te krijgen. Mm-hmm. Om de ring vast te krijgen. Nu, wij vragen ons af, we zien dat Billy eigenlijk de ring niet wilde afgeven. Effectief. Ik snap dat. Ja. Maar er is toch iets, volgens ons, dat de tovenaar kan aanbieden aan Billy, waardoor ze van gedacht zou kunnen veranderen. Wat? Ja. Wat kan de tovenaar aanbieden aan Billy? Ja. In ruil voor die diamant. Waardoor zou Billy
effectief van gedacht kunnen veranderen. Ja. Ja, dat zouden wij graag van jullie horen en jullie in mogen de chat. Het laten weten in de chat. Ja. Ja. We gaan eens kijken naar de suggesties die er binnenkomen. Aha. Ah, hij kan eventueel een eten. Eten is inderdaad een optie. Eten kan hij aanbieden, dat klopt. Misschien heeft het hovenaar wel een beetje honger. Ja. En dan kunnen we daar... En wie heeft er nu nooit zin in eten? Ik niet. Allee, ja. Ik wel. Allee, ik bedoel... Ja. Een kikker. Een kikker, de steen der wijze. Ja, een heel goede suggestie. Oeh, hier zie ik een hele fijne. Drie wensen. De tovenaar zal Billy drie wensen gunnen in ruil voor de ring. Man met lange baard, wij gaan sluiten. Dus ik ga u toch vriendelijk verzoeken om, om te vertrekken. Dag! Oh. Mevrouw de barones, ik ben uw paard al aan het klaarmaken. Hè. Niemand maakt het paard zo goed klaar als jij. Dank u. Maar... Het is al ik weet niet hoe lang geleden dat wij nog eens samen iets gedaan hebben. Wat is er aan de hand? Ik zou onze momenten een beetje willen opsparen, want ik ben iets heel, heel, heel leuk voor u aan het voorbereiden. Ja. Voor mij speciaal? Ah, natuurlijk, mevrouw de barones. Natuurlijk. Maar het is niet omdat ik barones ben dat je altijd mevrouw de barones... Ik weet dat we daar een kleine ruzie over gehad, maar je mag gewoon nog Annelies zeggen. Ah. Oké, okay. Annelies de barones. Dan zal ik gewoon Annelies de barones zeggen. En ik zeg dan gewoon Michael. Oké, okay. In orde. Zo, Billy. Is het nu tijd voor jouw derde en tevens laatste wens. En dan is het diamant van mij. Sorry voor de drama. Man met lange baard, ik denk wel. Tovenaar met lange baard. Tovenaar, man met lange baard. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik denk dat mijn derde wens redelijk onmogelijk is. Maar ik ga ze toch gewoon zeggen. Ik... Onmogelijk. Ik maak eigenlijk al heel mijn leven lang slijp ik diamanten en zet ik die in ringen voor mensen die dan andere mensen daarmee het hun huwelijk vragen. En... en eigenlijk wens ik dat er gewoon eens iemand verliefd wordt op mij en... En mij ten huwelijk vraagt met een mooie ring. Dat is onmogelijk, hè? Oh, ik begrijp het. Dat gaat niet. Ik begrijp het, tovenaar. Man met lange baard. Billy, als ik van Dimitri Vegas een muzikant kan maken, kan ik jou ook verliefd laten worden. Sterker nog, iemand verliefd laten worden op jou. En dan wil ik de diamant. Maar eerst moet ik ten huwelijk gevraagd worden. Ah, dat is toch fijn zo. Gewoon door de weide rijden mee met jou en dan gewoon samen liggen. Oh. Ja. Oh. Oh, dit zou ik voor altijd wel willen. Ja, ik eigenlijk ook wel. En als je op een of andere manier toch een ring zou kunnen bemachtigen, want het is niet voor mij, hè. Ah. Voor mij is de liefde genoeg. Ah. Maar ja, mijn mama en mijn papa die gaan dat echt wel willen. Ah. Ja, ja, mevrouw de barones, ik ben ermee bezig, echt. Ik ben er echt mee bezig. Ik zoek voor jou de mooiste, de allermooiste ring op deze aarde. En dan geef ik die aan jou. Ja, en u gewoon zo horen praten. Dat, gewoon elke dag. Dat is het enige wat ik eigenlijk wil. Uw stem in mijn oor. Ja. Ah. Je houdt van mijn stem. Ja, Michael, ja. Gaan we nog wat rijden? Oké. Verliefd laten worden. Ik vind niemand zo gek om verliefd te worden op die Billy, de diamantenslijfster. Dan moet ik het anders oplossen. Oeh,
Ik heb een beetje net vroepa. Zo, en nog een klein beetje vroepa. No. En dan het laatste ingrediënt. Salamanderbloed. Plop. Oh, mijn cliché grote pollepel. Wauw. Het is gelukt. Ik ben jong. Ik ben... Kijk eens aan, ik ben viriel. Wie wil er niet verliefd worden op mij? Haha, die Billy. Die gaat er zo intrappen. Ik neem deze bloemen om haar te verrassen. Oh. Echt karaat. Klop, klop, klop. Welkom bij Billy. Wow. Goedendag, Billy. Dag, man met stoppelbaard. Het is je opgevallen. Mag ik entreren? Inderdaad, ik ben multilingual. Ik spreek veel talen. U mag zeker entreren, meneer met stoppelbaard. Kom binnen in mijn nederige shop. Dank je, Billy. Hier, de prachtigste, mooie bloemen ter wereld. Voor jou. Voor mij? Omdat jij zo mooi bent. Wat? Mooi? En zo... elegant. Die wens heeft gewerkt, of wat? Inderdaad. Wat? Sorry? Weet u van mijn wensen? Nee, ik verstond. Die mens heeft ooit gewerkt. Inderdaad, ik ben... op welk soort type val jij? Bouwvakker? Ik ben een bouwvakker. Oh. Kijk eens aan. Ik ga die bloemen in een vaas zetten. Dank u wel, man met stoppelbaard. Daar is misschien een vaas. Pff. Oei. Die stond daar net ook al daar. Oké. Okay. Man met stop. Ja. Wilt u anders? Met jou trouwen? Zeker. Wat? Direct. Ik dacht mijn diamantencollectie te bekijken. Ook leuk. Ik zou liever met jou willen trouwen. Heel snel. Vandaag nog, als het kan. Man met stoppelbaard. Ik vind het een heel aardig voorstel, maar we kennen elkaar niet. Ik bedoel... Ook waar. Baronesse, waarom houdt ze niet van mij? Misschien is het toch waar. Paardenknechten, knechten, knechten, waar hang jij nu toch weer uit? Ik hou wellicht van jou. Baronesse, kon ik jou ook maar kussen, dan was mijn hart te blussen. Paardenknechten, knechten, knechten, waar hang jij nu toch weer uit? Ik wou dat je me kuste. Baronesse, ja, houdt ze nu van mij, houdt ze niet van mij? Ja, trouwt hij nu met mij of trouwt hij niet met mij? Maar ze
Ze houdt ze van mijn stem. En als ik dan toch die ring der ringen geef, dan verlies ik mijn stem aan die tovenaar met lange baard. Hey, zus. Hey. Zus, ik heb vandaag iets meegemaakt in de diamantslijperij. Maar Billy, waarom wilde jij ook per se altijd werken? Wij zijn van adellijke afkomst, je hoeft toch niet te werken? Maar diamanten, dat is het mooiste wat er is. Een diamant is eigenlijk gewoon een stukje steen. En als die geslepen wordt, hè, door de juiste handen, op de juiste manier, op de juiste temperatuur, dan kun je daar iets prachtig van maken. Oh, Billy, jij moet mij helpen. Jij moet de ring maken waarmee Michael de Stalknecht mij ten huwelijk kan vragen. Ah, maar ik heb nog een hele collectie liggen. Waar kom jij nu pas mee af? Ja, ik dacht de hele tijd dat dat niet kon, omdat hij te arm is om ene te kopen. Maar dan koop je die toch zelf? Ja, wat is dat nu voor iets? Ah, dat is altijd zo. Meisjes moeten altijd wachten. Ik koop gewoon zelf die ring. Bij u. Het zal wel zijn en ik maak er een voor hem ook. En wat moet er voor hebben, Billy? Maar jij bent mijn zus. Oh. Ik heb de allermooiste diamant ter wereld. Ik heb die gespaard voor iets. Ik kijk daar gewoon elke avond naar. Ik dacht dat die mij misschien iets kon opleveren, maar eigenlijk wil ik dat die een symbool wordt van ware liefde. Hè? Ik ga die in twee snijden. Een stukje in de ring voor hem en een stukje in de ring voor jou. Oh, en jij dan, Billy? Ik denk dat niemand echt in mij geïnteresseerd is. No. Vandaag was er een man met stoppelbaard in de winkel en ik... Die kwam duidelijk alleen maar voor mijn diamanten. Die ziet alleen de ruwe steen. Die ziet mijn innerlijke diamant nog niet. Maar Billy, jij bent de mooiste diamant die er bestaat. Misschien moet je gewoon eens beginnen aan jezelf te polijsten. Zodat al je karaten gewoon beginnen schitteren en gewoon de mannen op je afkomen. Zoals vliegen op honing. Maar je bent een mooie metafoor. Ja. Wel, Billy. Ik heb het gevoel dat mijn plan niet goed werkt. Ik bedoel... dat wij moeilijk werken. Daarom, Billy, kijk eens diep in mijn ogen en verdwaal. Inderdaad, je wordt heel slaperig, Billy. Je wordt moe. Inderdaad. Zeer goed, Billy. Ja? Ja, ik neem Billy als wettelijke echtgenote. Of, ja, Billy, jij moet nu ook ja zeggen. Ja. Billy, dan zijn wij nu man en vrouw, schitterend. Ja, we zijn getuigen van een liefdevol huwelijk tussen Billy, die ook van adel is, blijkbaar. Een soort liefdevol huwelijk, want ja, Billy is niet helemaal bewust. Nee. Hij is betoverd. Nee, dat is waar. Ze is betoverd door een mysterieuze man met stoppelbaard. Ja, effectief. Ja, maar die lijkt verdacht veel op de man met lange baard. De tovenaar met lange baard. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus, maar ze zijn getrouwd en bij elk trouwfeest hoort natuurlijk een trouwfeest. Ja, en een openingsdans. Mm-hmm. En tijdens deze openingsdans gaat er iets gebeuren waardoor de tovenaar zich zal ontmaskeren. Maar onze vraag aan jullie is, wat is hun openingslied? Ja, wat is het lied waarop Billy en de tovenaar zullen dansen op hun trouwfeest? Ja, het allereerste lied van de dansavond, traditioneel. Dat kan een heel rustig lied zijn. Bijvoorbeeld. Dat kan misschien ook iets heel uptempo zijn. Dat kan een echt dansnummer zijn. Ja, een salsatje. Ja, bijvoorbeeld. Wat denken jullie? Of iets van K3. Hè? Nee, alles behalve K3. Alles behalve K3. Ja, we zetten een veto op K3 vanavond. Ja, als u K3 durft te vermelden in de chatbox, dan kicken wij u eruit. Ja, dat is een grapje. Dat is niet echt waar. Ik kan dat ook niet. Nee, we hebben die macht helemaal niet. Ja. Het Belgische volkslied, zien we.
Dat is een heel mooie opening. Vind je een heel fijne opening, dat is absoluut. Gaan we voor, voor het Belgische volkslied? Het Belgische volkslied, uiteraard. Waarom niet? Ja. Inderdaad, ik ben het. En jouw derde wens is uitgekomen. Wat? Jij hebt getrouwd. De diamant is van mij. Nee, dat kan helemaal niet. Een diamant. Oh nee. Ik had er zo'n mooie plannen mee. Van mij. Nee. Van mij. Nee. Wat? Aan de lijn. Hallo, hallo. Heb je het? Ik heb de diamantenring. Wie heeft de diamantenring nu? Ik, ja. Ik had hem door. Ik dacht... Die probeert mij te verleiden voor mijn diamanten. Ik had hem door. Dus ik heb hem 8 karaat gegeven. Oh. Ik ken het verschil toch niet. Oh. Wauw, ja. Ik ken het verschil toch niet. Dus dat is ongelooflijk mooi. Inderdaad. En als alles goed gaat, krijg ik jouw stem bij de overhandiging. Ja. Alsjeblieft. Dat klopt. Als alles goed gaat, dan... Hoor ik zijn stem ja zeggen als ik het hem vraag? Hier zijn ze. Oh. Ga snel. Vraag het hem. Go. Dank je, dank je. Ik ga het ze vragen. Michael, ik... Wie... Hij is... Ik ben de tovenaar. Met de lange baard. Huh? En ik heb de stem van Michael. Een vliegje. Ik heb een vliegje. Maar dus, ik heb zijn stem. Dat dacht ik niet. Uw deal met hem kan nooit zijn doorgegaan. Want, stomme man met belachelijk lange baard, ik heb u een nep diamant gegeven. De echte diamant, hè? Die heb ik aan mijn zus gegeven. Huh? Loser! Dus, de vloek is weg en ik heb mijn stem. Oma. Ja, om
Michael, allerliefste stalknecht. Wil jij met mij trouwen? Oh, ja. Ongelooflijk graag. Wauw. En nu mag je het aan mij ook vragen. Oh, super. Allerliefste mevrouw barones. Ik kan het niet laten. Hè. Wil jij ook met mij trouwen? Ja? Ja. Excuseer mevrouw. Ik heb een prachtige steen net gevonden hier in de mijn. En ik vroeg me af of jij misschien iemand kent die daar een prachtige diamant van kan maken of zo, maar je hebt al diamanten. Ja, ik kan dat. Echt? Ja, met deze twee. Hop. Ik kan naar... U bent? Diamantslijpster. De beste van heel de streek. Zou jij dan van deze ruwe bolster een geslepen diamant willen maken? Oké. Okay. Als je stopt met mijn ogen te kijken, want dan krijg je daar wel warm van. Dank u. Kijk, dit vormt gewoon een regenboog van hier naar Billy. Hoi. Hallo. Ik ben het, Kevin. Hey. Dat is Kevin. Dag, Kevin. Oh. En ik denk dat hij mijn ware liefde is. Oh. En dit is Michael. Hij is mijn ware liefde. Wauw. Wow. Misschien kunnen we samen... Dansen op het volkslied? Ja, en dan ook ooit samen... Trouwen, ik bedoel... Oh, dat zou fantastisch zijn. Zonder u had dat niet gekund, hè, Billy? Het gaat misschien maar rap voor ons. Ja, voor ons gaat deze een beetje rap. We gaan nog maar net. Ik kom net uit een lange relatie. Het is mijn eerste relatie, trouwens. Ah, kijk, ik leg er al zo uit voor relaties. Wordt geweldig. Oh. Amai, deze match niet. Wauw. Wow. Willen jullie dan misschien onze getuigen zijn op onze trouw? Ja, ik zou niks liever hebben. Ja, jij graag. Ja. Oh, dank je, Billy. Luister, Dimitri Vegas en Like Mike. Oh. Die wil ik voor ons een trouw. Ja, openingsdans. Oeh. Ja, beste mensen, u hoort het. Dimitri Vegas en Like Mike voor openingsdans. Dat heeft u voor de volgende keer van ons te goed. Op een bedje van K3 heel de tijd. Dus die heeft u al gekregen. Ja, super blij zijn wij. Absoluut. Beste mensen, wij gaan onze spelers even bedanken. Ja. Dat waren vandaag Robbe. Sophie. Tits. En Dempsey. En mag ik ook absoluut uw aandacht en applaus vragen voor onze enige echte pianist, Ingmar. Yay! En wij waren natuurlijk niks zonder de techniek. Het geluid en het beeld werd verzorgd door Image for You. Effectief. En de belichting door, en ik ga hier kijken, AMS Sound and Light. En uiteraard is er nog één iemand die wij heel speciaal moeten bedanken. Namelijk de Vlaamse overheid. Voor alles. Voor alles. Ja. Dit was Billy. Dit was de laatste van dit seizoen. Momenteel. Wij hopen op een volgende keer een vervolg. Maar momenteel nemen wij afscheid. Toedeloe. Tot de volgende.